De Prins Alexanderlaan wordt in 4 fases gewerkt aan het asfalt, aan de riolering en aan het groen. Tot en met juli is de Prins Alexanderlaan richting Ommoord dicht voor autoverkeer vanaf de Hoofdweg tot aan de President Rooseveltweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Kapelseweg of de Terbrechtseweg. Tijdens de afsluiting blijven het IJsseland Ziekenhuis en de Park & Ride Alexander bereikbaar. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/alexanderlaan.